We zijn hier in de pas gerenoveerde kassa van de Hortus in Leiden. Het is de bedoeling dat de bezoeker eigenlijk dezelfde route aflegt die onze planten ook hebben gemaakt. Dus de mensen komen hier binnen in het regenwoud waar onze planten vandaan komen. En dan lopen ze daarna door de rest van de kassa heen waar alle planten op alfabet zijn gerangschikt. En dat is eigenlijk de bedoeling dat de mensen echt een oerwoudbeleving hier meemaken. De Rabobank heeft een ontzettend grote bijdrage gegeven in de beleving. Dus niet zozeer de constructie van het gebouw zelf, maar in de beleving dat de mensen echt het gevoel hebben dat ze in het oerwoud zijn. En één onderdeel is bijvoorbeeld het geluidssysteem. We hebben een heel mooi geluidssysteem wat ervoor zorgt dat mensen junglegeluiden horen zonder dat ze heel direct bokjes zien. Ja, zelf vind ik een van de allerleukste dingen, dat is het Hortus expeditieboekje. Dat is voor kinderen. En we hebben meerdere van dit soort boekjes, maar deze neemt de kinderen echt mee op expeditie. En het is een hele originele manier om kinderen mee te nemen. Het is een compleet nieuwe richting die we zijn ingegaan met dit boekje. En had dit zonder de Rabobank gekund? Nee, dat had zeker niet gekund, want zo'n verbouwing als dit is een heel groot en heel duur project. En je komt eigenlijk aan het einde krap uit. En dan zie je altijd dat dit soort leuke pareltjes in de kroon niet meer kunnen of pas over een aantal jaar kunnen. En nu kunnen we eigenlijk gelijk vanaf het begin af aan de mensen de echte jungle experience geven.